Hey, dat is iets nieuws. Een short review van de Ford Kuga Vignale. De plug-in hybride versie. En dat heeft een reden, want ik heb al eerder gereden met de Ford Kuga plug-in hybrid. Zei het dat dat de ST-Line versie was. En daar had ik een klein beetje commentaar op, want dat was dan een plug-in hybride SUV met best wel wat gewicht. Maar ook met een wat sportieve afstelling van het onderstel. En eigenlijk was dat ook het enige negatieve commentaar dat ik op die auto had. Want voor de rest was ik namelijk behoorlijk enthousiast. Die Ford Kuga plug-in hybrid, dat is gewoon een verdraaid goede auto. In deze video vertel ik jullie echter hoe de Ford Kuga plug-in hybrid in Vignale uitvoering is bevallen. Die is gebaseerd op de titanium en dat betekent dat hij een comfortabeler afgesteld onderstel heeft. Rijdt deze versie beter? Conclusie na een aantal dagen rondrijden? Ja, absoluut. Tenminste, als je wat meer houdt van comfortabelere rij-eigenschappen ten opzichte van zo'n ST-Line die een toch best wel wat stug afgesteld onderstel heeft, met name op de achteras. Deze titanium, op de titanium gebaseerde versie, de Vignale, dat is echt een versie die net even iets beter rijdt wat mij betreft. Meer passend bij type auto vooral. Wat verder opvalt, het is alweer een jaar geleden dat ik met die Kuga plug-in hybrid heb gereden. Wat is dit toch eigenlijk ook gewoon echt een goede auto. Fijne plug-in hybride aandrijflijn. In de winter 35 à 40 kilometer range. Je hebt een elektrische kachel. In de zomer haalde ik gewoon zelfs bijna 70 kilometer op een volle acculading aan 14,4 kilowattuur. En deze Vignale uitvoering. Zwart, 20 inch lichtmetaal, een hoop chrome design elementen. Om door een ringetje te halen. Want kijk maar eens wat een knappe auto hier staat. Zwart, 20 inch lichtmetaal. En al die chrome elementen van zo'n Vignale maken hem wat mij betreft echt even ietsje stoerder om te zien. Wat ook opvalt aan deze Vignale versie, dat is natuurlijk die vergroomde grill. De andere volbumpen met andere elementen voor rondom de mistlampomlijstingen bijvoorbeeld. Chrome details onderaan de portieren. Jongens, ik heb die auto net gewassen en hij is weer hartstikke vies. Vignale badge aan de zijkant. Aan de achterkant treffen we ook een andere achterbumper aan met een ander design. LED achterlichtunits uiteraard. Vignale prominent op de achterklep aanwezig. Dubbel sportief uitlaatsysteem. Maar het zorgt er ook wel weer voor iets chiques wat mij betreft. Links en rechts mooi symmetrisch geplaatst. 20 inch, zoals ik al zei, kost je €1250 extra. Je voelt het ietsje, hij lijkt de korte oneffenheden net even iets onrustiger. Maar heel vervelend vond ik het niet. Ik vind het vooral mooi staan onder dit testexemplaar. Deze auto is ook voorzien van adaptieve LED matrix koplampen. Zijn in staat om een tegenligger actief uit het lichtbeeld te filteren. Zodat er altijd groot licht en een optimaal beeld aanwezig is. Werkt ook heel erg goed. Auto is ook voorzien van een frontcamera. En een extra pakket in de vorm van een technology pakket als ik het goed heb. Dus dat betekent dat hij is voorzien van adaptieve cruise control en level 2 autonome technologie. En ook dat werkt gewoon uitstekend. Kijken we naar het interieur. Ja, nou laten we al meteen even beginnen met die door edge protectors. Wat blijft dat toch iets briljants, hè? Kijk, klapt uit. En als je dan ergens onverhoopt uitstapt of je gooit onverhoopt die deur ergens tegenaan, dan veroorzaakt dat als het goed is geen schade. Het interieur van de Vignale, ja, dat leer natuurlijk waar je niet omheen kan. Super mooi, geplooid, voorzien van een mooi motiefje. Vignale in de rugleuning gestanst. Erg, erg chic. Fijn is de middenarmsteun die je naar voren kan schuiven, ook met dat Vignale design. Lekker in de hand liggend sportief met leder bekleed stuurwiel, met leder afgewerkt dashboard. Zorg net even voor wat meer exclusieve details in het interieur. Wat ook opvalt, dat is die afwerkstrip op het dashboard. Ziet er erg netjes uit. Multimedia navigatiesysteem werkt prima, volledig digitaal instrumentarium recht voor je neus. Heel fijn interieur om in te zitten, zeker ook in de winter gezien de stuurwiel en stoelverwarming. Head-up display heeft dit testexemplaar ook, evenals het Bang & Olufsen audiosysteem. Niet het allerbeste in deze klasse, maar evengoed klinkt het wel gewoon prettig. Dit testexemplaar is ook voorzien van een panoramisch schuifkantendak. Kost je wederom, als ik het goed heb, €1250. En het totaalplaatje van deze auto komt dan ook neer op net geen €50.000. Ruime achterbank ook, met achterbankverwarming, lekker comfortabel. En kijken we ook naar de laadruimte.
blijft een hele praktische auto, die Kuga. Mede dankzij deze oplossing waar Ford voor heeft gekozen. Dit afdekschermpje dat dus verwerkt is in die achterklep. En daardoor zit je niet te hannissen met een grote hoedenplank of een afdekrolhoes. Laadkabel die ik nu heel slordig heb opgeborgen hier bovenop, kan ik ook hieronder kwijt. En je ziet inmiddels is er dus ook een stukje afwerking aangebracht rondom de 12 volt accu. Zodat je daar nu prima de laadkabels kwijt kan. Ja, wat mij betreft heeft deze Vignale Ford Kuga bevestigd dat deze variant net even iets comfortabeler en wat mij betreft dus beter rijdt dan de ST-Line variant met een wat sportiever afgestemd onderstel. Tenzij jij dus de ST-Line uitdossing zwaarder vindt wegen, is dit wat mij betreft althans de versie die je moet hebben. Wat ook mooi is meegenomen, het trekgewicht van de Kuga plug-in hybrid is verhoogd en hij mag voortaan 1500 kilo trekken. Dus daarom is deze plug-in hybride versie met 225 pk vermogen extra interessant geworden. Vond jij deze video van de Ford Kuga Vignale interessant en zeg je ik wil meer van Insta-Auto voorzien? Volg mij dan 24/7 via Instagram, Facebook en Twitter en vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit YouTube kanaal. Ik ben Urban Verstegen en ik zie jullie graag in de volgende video. Doei!